We zitten midden in de holiday season en in Amerika is het zo dat ze dan eggnog drinken, dus bijvoorbeeld op oudejaarsavond. Dus dit is eigenlijk een hele mooie, de Festive Eggnog heet die. Dus we gaan hem maken met spiced rum, room, suikersiroop, daar doe ik een beetje kaneel doorheen en we doen er een heel ei in. En dan gaan we het uiteindelijk afmaken met een beetje nootmuskaat. Oké, we beginnen met 45 ml van deze rum. Goed. 30 ml room. Eigenlijk moet er kaneelsiroop in, maar dat heb ik niet. Maar ik maak gewoon suikersiroop en dan gooi er wat kaneel bij. In feite is dat hetzelfde natuurlijk. 15. Kaneel. Ja, hoeveel je wil. Dat die zo wel goed naar kaneel smaakt. En een heel ei doen we erin. En dat is eigenlijk lekker voor het mondgevoel. Maakt het lekker romig. Dan gaat daar natuurlijk ijs bij. . 20 seconden shaken. En dan gaan we hem in een gekoeld glas serveren. Die had ik al even voorbereid. En we doen hem even door de zeef, zodat er niks achterblijft. Deeltjes ijs of... Je ziet hier die romigheid al mooi ontstaan in het glas. En dan om het af te maken... een beetje nootmuskaat. En dit is een perfect drankje voor oudejaarsavond. De Festive Eggnog. Wauw.